Nou, voor het uh, wachten uh, Mats, ik uh, had gedacht bij rust, nou 1-3, terecht de uh, ruststand. En uh, eindstand, wat, uh, wat zou je zeggen? Ja, niet, uh, niet veel anders denk ik. Uh, ik denk dat we op zich een goede wedstrijd hebben gespeeld, maar het is misschien ook te makkelijk om dat te blijven zeggen. Als je zo'n oud wedstrijd speelt bij PSV, dan moet je toch ook wel een beetje finesse op het einde hebben om uh, wel die goals te maken als je die kans krijgt. En als je dat dan niet doet, ja, dan kan je zeggen dat had meer ingezeten is, maar ja, dan moet je het zelf ook gewoon beter afmaken. Ja, vaak wordt gezegd dat ja, het veldspel was goed, maar het lukte ons niet echt om kansen te keren. Ja. Het lukte wel om kansen te keren. Alleen echt het afmaken. Want jullie speelden voor de rest echt uh, voortreffelijk. Ja, ik heb het al vaker aangegeven: we zijn echt een stap aan het maken. Elke keer vanaf de eerste wedstrijd, elke wedstrijd gaat steeds beter. En we voelen elkaar steeds beter aan. En je ziet dat we genoeg kansen creëren wat je, wat je zegt. Alleen ja, dan moet je ze er wel in gaan schieten. Aan de andere kant? Je kan hier de puntjes stelen door heel slecht te spelen en een stiekie nog één in te leggen. Dat het 1-1 wordt, ik zeg maar wat. Maar dit geeft me denk ik wel meer vertrouwen voor de toekomst. Ja, wat wel even lekker is, dat puntje. Maar uh, nee, tuurlijk. Kijk, nu, nu is het jammer dat je geen puntje pakt. Of, of meer. Alleen uh, wat je zegt, uh, je gaat toch wel weer kijken waar aanknopingspunten zijn. En wat we goed hebben gedaan. En ik denk dat we heel veel goed hebben gedaan, deze wedstrijd. Dus dat is zeker positief. En uh, ja, het is jammer dat je dan met te weinig punten de Interlandperiode ingaat. Want liever had je meer punten gehad. Alleen wat je zegt, we moeten niet onszelf te ver naar beneden gaan halen, want dat is helemaal niet nodig. Ja, hoe is het met jezelf? Hoe fit ben je? Hoe, hoe erg je vorm? Ja, het gaat steeds beter. De vorm kan nog wel iets meer, maar dat heeft ook te maken met de jongen samen en de afstemming die daarin is. Je ziet een paar keer dat het heel goed gaat, maar ook een paar keer dat, het, dat er wel veel meer in zit en dat je misschien nog betere kansen gaat creëren. Dus dat kan nog wel beter, maar over het algemeen zijn we steeds maar aan het groeien en ik zelf ook.